En nu dus lekker lachen om het beste van 10 jaar bananen. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 2, 1, and lift off. Bananasplit met Ralf Inbar. Welkom beste vrienden bij de vierde aflevering in de serie De Besten uit de geschiedenis van Bananasplit. U weet wel, het enige echte, puur Nederlandse verborgen cameraprogramma. Nou, we hebben weer het een en ander voor u klaar liggen. Zoals die tweedelige taxi, zogenaamde taxisplit. En Max, het nijlpaard, dat het hogerop zocht in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. De kennismaking van politiewoordvoerder Klaas Wilting met zijn anti-schoonzoon. En niet te vergeten die twee dames uit Utrecht die op zoek waren naar onzichtbare laserstralen. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en laat uw lachspieren maar het werk doen. Veel plezier. Hier ziet u het Groothandelsgebouw te Rotterdam. En dit is de vreemde liftganger. Let maar op. Op 4. Moet u er mee? Komt u eruit? Ja, gaat u nu beneden of gaat u naar boven? Kom met het best. Ja, gaat u dan iets opzij, kom maar niet. Kom Max. Bent u eruit? Nee, ik ben eruit. Bent u niet eruit? Ja. Of moet u niet naar boven? Ja, geef me vanuit. Ja, bent u niet eruit? Ja, ik ben eruit. Gaat u opzij? Kan het best een beetje opzij? Een beetje opzij, ja, Max. Kom, gaat u een keertje opzij. Nou, anders kan u erbij. Kom niet bij, kom niet erlangs? Ja, kom er maar uit, kom er maar uit. Als het niet gaat. Ja, gaat u naar beneden? Nee, naar boven. Naar boven? Nou ja, dat kunnen we weer. Kom. Je niet verwachten. Je niet verwachten. Wil je eruit? Ja, heb je mee. Nou, is toch plaats. Nee, joh. Ik had er wel in hoor. Hey, wacht maar even hier. Nee, kom maar. Laat maar even naar boven. Kom maar. Wacht voor mij, ik vind het wel leuk. Nee, ik niet. Dat vind ik wel leuk. Hey, mee. Leen mee, joh. Kom maar. Dat is niet zo leuk. Ja. Als ik eruit ga, dan kan je er wel in hoor. Ja, gaat u naar beneden? Gaat u naar beneden? Nee, naar boven. Nou, dan kunnen we mee. Kom. Oh nee. Nee, kan u een klein beetje opschuiven? Kom maar. Ik hou de deur even open. Ja. Kom maar, Max. Schuif u een klein beetje op. Nee, ik ga niet. Max, kom. Kom maar, Max.
Ja. Nee, hoor. Nee, ik ben daar. Een vieze ding. Hij vloog op de hey. Hey, ga weg met dat ding, man. Ik kan er allemaal wel in, hoor. Nou, kom. Kom aan. Ja, dan moeten wij er allemaal uit. We hebben de suiker niet. Kom maar. Wilt u erin? Ja, ik zal het graag. Gaat u uit? Gaat u erin of gaat u naar boven? Gaat u naar beneden? Gaat u naar boven? Ah ja, ja, ja. Nou toch? Gaat u naar beneden? Nee, naar boven. Oh, hoor. Gaat u naar boven? Ja. Mogen we mee, ja? Nee, ja. Nee! Dan wil ik wel voor. Oh nee, dan ga ik eruit. Ga je uit? Nee, allemaal. Zo. Gaat u maar achterin, meneer. Ja, dat was veilig en dood. Nee, daar een beetje proberen mensen achterin te houden. Het is een kwestie van. De Withuisstraat. De Withuisstraat. Withuisstraat. Oké. Goed, als je een tijdje buiten staat, dan krijg je het lekker koud. Fris, ja, zeker hoor. Het is december. Maar. We gaan nu gauw naar huis toe brengen. We zetten hem weer aan elkaar en dan kunt u weer rijden. Ja, maar dat kan toch niet? Ja, ik ga er niet een stukje plakband en dan... Nee, ik ga er niet. Ik ga er niet. Ik had het.
Laten we aanschuiven bij het tafeltje dat Regina's bananensplitvriend Angelo, want zo hebben we hem genoemd, gereserveerd had voor een kennismakingsetentje met de Wiltings in een bekend Amsterdams restaurant. Jij woont hier in Amsterdam, Angelo? Ja, ik woon bij mijn oom en mijn tante, voorzitter. Maar ik ben op zoek naar een moordruimte. Ja. Met drie kameren. En misschien iets voor ons tweetje. Ja. Kijk, ja. Misschien vanavond een telefoontje erover. Het zou misschien door kunnen gaan, ik weet het niet. Ja. Maar ik heb het verteld dat ik hier ben en misschien dat ik het gebeld kan worden. Ja. Kijk, dat zou uren dan zo in drie kameren wonen. Nou, ik heb mensen hier en daar, hè, en ja. Daar heb ik kunnen reizen. Dus dan kan ik van Nederland door die reis ofzo. Zou ik kunnen regelen? Ja. Hier in Amsterdam? Ja, ja. Nou, ik heb ook op een nieuwbouwwoning gevraagd. Ja. Want, anders moet je gaan verbouwen en dan moet je eruit gaan zitten. Ja. En wat doe je zelf voor werk, Angelo? Nou, ik zit in de muziek. Ja. Ik speel drums. Ja. En dat doe ik in de zomer in Ibiza. Ja. Daar zit ik voor zomer. Maar daarom ben ik daar weg, daar ben ik hier een woning gaan zoeken. Ik wil een beetje hier gaan vestigen. Ja. Begin aan het werken. En voor de rest handel ik een beetje. Gewoon in partijtjes hier en daar. Ja. Geen drugs of zo, geen start of zo, daar heb je geen zorgen om te maken. Ja. En maar gewoon met inkopen en verkopen. Het Ajolief voorbij de vissoep, de grote tons, kleine tons voorbij de pompoens, voorbij de pesto, voorbij de minestrol. Oh. Dat ging mij een beetje hard. Ik zei wel wat. Ja. Nou, dit is dus voor jullie. Ja. Dit is voor mij. Ja. En dit is voor Maas. Oh. Een kleine crackertjes hier. Ja, dat is lekker. En dat is ook een soort room wat je erin doet. Wil jij gaan van die doen? Lekker hoor. Ja, wat ik wilde vragen is misschien een beetje... Ja, maar vandaag hè? Vandaag op de Rijnstraat toen, stond ik even een minuutje dubbel geparkeerd. Ja. En toen kreeg ik weer een bon. Ja. Misschien of ze weer precies konden regelen, want er staat maar één minuutje dubbel. Ja, dat soort dingen vermoeien. Geen contact of zo. Wat zou het je moeten zijn? Als je een zelfbekeuring krijgt, betaal je die niet ook? Ik heb geen bekeuring. Nee? Heb je wel een vaste baan gehad op school?
Kijk, Ibiza, dat is altijd gewoon seizoentijd. Ben je er al op een jonge leeftijd dan begonnen daar? Ja. Ja, mijn vader heeft ook muziek gezeten, ik heb een beetje geleerd met drummen. Dus je ook thuis op potjes en pannen, zeg je? Je vader ook muziek? Nee, maar hij heeft af en toe met potjes en leveltjes een beetje gedaan. Hij vindt het leuk om te doen, maar geen muziek ook. Nee. En dan krijg je een leuke strijd tussen vader en zoon. En op een gegeven moment op het proefje gegaan. En dat is leuk, en dan heb je weer gepoest. Ja. Kijk maar, je dan maar eens een telefoon voor je. Ah. Dankjewel. Oké. Okay. Laten we dan eerst lekker maar gaan eten, want laten we rustig over praten. Maar je vindt het dus niet. Zeg maar, we gaan later nog over praten. Heeft er geen enkele zin. Die jongen die is nu even aan het bellen, die jongen die is dolgelukkig. En ik heb geen zin. Zou dat toch mooi zijn? Het enige wat ik daarop zou kunnen zeggen is, ik dacht dat je verstandig was, maar je stelt me heel erg teleur. Maar daar heb ik helemaal geen zin in om daar nu over te praten. Het is zo, we hebben toch een gezellig gehad. Laten we nou gewoon rustig op een andere tijd zitten, gewoon over praten. Het is een aardig jongen, die heeft hier ook een gezellig avond met ons. Maar dat gaat toch. Maar zoals verlies? Ja, nou, ja, goed, daar heb ik toch ook geen enkel commentaar op. Ik kan nog niet beoordelen op wat ik hier vanavond dan mee ga. Dat is een onzin, dat kan ik dan niet. Dus we gaan met hem samen, en zou het gek zijn. Hij heeft niet toch een beetje. Dat is goed. De gladde jongen met de gladde bak. Heb je door dat hij steeds van het gesprek afdraalt, dat hij steeds op jou op? Het lijkt me een kruisdoel van dat jij een beetje een wat er doet. Ik blijf echt laten we dat maar laten. Ja, ze was helemaal ingevallen. Dus je weet hoe lief of iets dat is. Zes. Dat is natuurlijk een hele. Ik begrijp haar. Ik heb niets te vertellen als mijn vader een telefoon. En het gaat door, we hebben een woning. Ja? We kunnen er volgende week in. Het is een driekamerwoning, een nieuwbouw. De tweede Jan Steenstraat. Mijn vader heeft alles geregeld en ik zei toch dat er twee handen op één buis zijn. Te gek, hè? Ja, hey. Top, hè. Ik moet je hartelijk goed doen voor mijn vader. Ja. Hij komt even langs zo meteen. Oh? Ja? Vind je het tof, pa? Nee, ik vind het niet tof. Nee. Ik moet toch eerst nog wel zo van hem praten. Heb je bezwaren dan ofzo? Ja, ik heb bezwaren. Ik heb behoorlijk bezwaren. Kijk, laat ik eens voorop zeggen, ik heb geen bezwaren tegen jou. Maar ik heb ook bezwaren tegen de korte tijd dat jullie elkaar kennen. En wat er nu nog gaat gebeuren, dus ik heb bezwaren tegen. Dus als ik het zou kunnen tegenhouden, hou ik het tegen. Maar goed, dat zullen we nog wel doen. Maar zou misschien dan bij dat gesprek bij mogen zijn? Ja, ik denk dat ik eerst maar met mijn eigen dochter moet praten. Ik denk dat gewoon net als met jouw vader, denk ik eerst met jou zou kunnen praten. Denk je dat we verder met je studie te doen? Heb je dat niet? Heb ik het niet. Hoef je toch niet af te maken? Hoef je toch niet af te maken? Dat is alles. Hey papa! Eindelijk! Kom met
ook nog tijd voor een kindje. Ja, en wat u, meneer Van der Kuilen, niet wist, was dat iemand anders, achter de bosjes, de helikopter bestuurde. Uw afstandsbediening was nep. Zou u me even kunnen helpen? Ja, meneer. Ja, ik heb een nieuw apparaat hier. Er zit een spraakmodule in, die wil ik even uittesten. Ja. Zou u hem even kunnen vasthouden? Dan ga ik even achterkijken of die werkt. Kan ik hem zo houden? Ja, dat werkt zo. Als hij nou hoger moet, dan gaat hij omhoog. Hoger. Oh ja. En lager, gaat hij lager. Hij toch alleen met de richting. Ja, hoger. Ja. Wilt u dat doen? Ja, oké. Dus hij kan u verstaan. Moet u roepen hoger? Ja, oké. Hoger. 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 Ja, hoger. Zo, ja. Hoger, 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 hoger. U er hier onderdoor, onder die stralingen, hier, zo, is hier de werkkast, de sleutel in, daar zitten de spullen, stofzuiger en de primo in. Dan moet u zelf maar even verdelen wie wat doet. Die stralingen zijn net zo hoog als een stofzuiger hoog is. Ja? Kom ik weer terug bij u. Hier moet u dus er ook weer overheen, hè? Dus twee keer er overheen, kruipen daar naartoe. En dan moeten jullie zelf maar even verdelen wie gaat stofzuigen. Het best. Twee keer eroverheen. Twee keer eroverheen. En één keer twee. En dan onderdoor naar het pakket. Precies. Kijk, vrijlopen. Ja. Nou, dames, succes. Eerst is bij die naad. Ja. Ja, ik
Stukje nog? Ja. Nou, het is lang goed gegaan, toch? Ja. Waar gebeurt het nou? Ik. Ja, overheen. Kruipen, overheen, overheen. Dat doe ik goed. Ja. Maar ik moest meer kruipen, overheen, overheen. Ja. En toen deed ik hetzelfde. Ik ging er overheen. Ja, nou, ja, het is een beetje ingewikkeld, hè? Zij moet dat nou alleen nog terugkomen. En ik ben niet meer nodig. Maar die moet terug. Dat was weer een kijkje in de spiegel. En nog bekenden tegengekomen. We gaan er weer uit. Dit was deel 4 van De Besten uit Bananensplit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende maar weer. We houden contact, als het even kan, via de verborgen camera. Dat zou het allermooiste zijn. Nog een prettige avond verder.